Hoi allemaal, wat leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van mij. In deze video wilde ik jullie graag nieuwe artikelen van Catrice in Essence laten zien. Catrice in Essence hebben sinds een aantal weken nieuwe producten in de schap. Tenminste, Catrice, dat ligt al even in de winkel. Essence, dat is iets later gekomen dan gepland was, maar intussen ligt het in de winkels. En ik heb een aantal nieuwe producten gescoord. Ik heb even alles in mijn mandje gestopt. En het leek me leuk om deze producten aan jullie te gaan laten zien. En ja, als je dan ergens een review van wilt zien of een video, dan mag je dat aangeven bij de comments waar je gewoon heel erg benieuwd naar bent, naar welk product. Ik ga gewoon eventjes beginnen en het kan zijn dat het wel wat door elkaar ligt, want ik heb alles niet bij elkaar, ik heb het zo in het mandje gelegd, dus... ik probeer het een beetje te ordenen, maar het kan zijn dat hier en daar wat artikelen in een andere volgorde voorbij komen. Nou, ben je benieuwd naar de nieuwe artikelen? Kijk dan eventjes verder, zou ik zeggen. Ik heb dit Denim Grace palet van Catrice. Dit is een paletje met ja, denim kleuren, ook wat grijs tint. Ik heb even de applicator eruit gehaald, zodat jullie het goed kunnen zien. Dit paletje heet... Denimen, dus eigenlijk ja, een beetje ja, spijkerbroekkleuren doet het mij aan denken. Maar het is dus inderdaad, het zijn grijs tinten en blauw tinten. En dit is één van de drie nieuwe palettes die in het schap is gekomen. Dan heb je dit Sand Nudes palet. Deze heet Hux Sand Kisses. En dit is een... Ja, toch weer een nude palet eigenlijk. Ja, hadden ze al twee nude palettes. Het gewone nude palet en het chocolate nude palet. En er komt dus nu het sand nude palet bij. En ja, deze heeft vooral wat lichtere kleuren zoals je kunt zien. En dat loopt dus over naar donker. Volgens mij zijn sommige ook met een glitter er doorheen. Dat kan ik eigenlijk nog niet... ja, heel goed beoordelen. En ik wil hem nog niet swatchen, omdat het niet mooi staat op foto's. Omdat ik het sowieso ga reviewen op mijn blog. Dus vandaar eigenlijk. Dan heb ik van Catrice het Blush Shading... Oh, Blush Artist Shading paletten. Ik heb de kleur 030 Rock en Roos. Dit is een palet met drie blush kleuren erin. En nou ja, hier kun je dus... Eventueel ook mee spelen qua kleuren, maar je kunt ze ook los gebruiken, je kunt ze mengen. Nou, eigenlijk kun je hier van alles mee. En hier was ik zelf ook heel erg benieuwd naar dit paletten. Dan heb ik nog deze highlighting oogschaduw van Catrice. Dit is de kleur 030 1001 Golden Nights. Dit is dus een gouden highlighter. En ja, ik vind het heel erg mooi, omdat je vaak niet... Als je bijvoorbeeld een oogschaduwpaletje gebruikt, dan zit er niet altijd een highlighter bij. En ik vind het altijd wel heel erg leuk om te gebruiken. Dus al heb ik deze alleen maar om de binnenkant van mijn ogen en onder mijn wenkbrauwbot te doen, ben ik er heel erg blij mee. Maar ik denk gewoon dat ze in combinatie zijn, als je er meerdere hebt, ook gewoon heel erg mooi zijn. En ik was ook heel verrast dat ze zo'n oogschaduw in het assortiment kregen. Dan heb ik een nieuwe concealer van Catrice. Deze... Het is een Hilti Look concealer en ze hebben hier ook al een andere variant van. Dat is de, die maakt je ogen lichter. Als ik de naam weer weet, zal ik hem even hieronder neerzetten, want ik kom er zo niet op. Het is de kleur beige roos. En hier was ik gewoon heel erg benieuwd naar, omdat ik over die andere concealer gewoon super tevreden was. Dus deze vond ik wel heel erg leuk om te gaan proberen. Ook heb ik een kwast van Catrice. Deze is natuurlijk ook nieuw. Dit is een multi-talent brush. En ik zou deze heel erg geschikt vinden om bronzer mee aan te brengen. Omdat hij een beetje schuin afgesneden is. Daar hou ik altijd wel van. Maar bij de omschrijving staat contouring, highlighter, blush, foundation en concealer. Dus je zou er van alles mee kunnen aanbrengen. En hier ben ik ook wel heel erg benieuwd naar, moet ik eerlijk zeggen. Dan een nieuwe primer. Dit is de Prime and Fine Beautifying Primer. Catrice heeft al een aantal hele fijne primers in hun assortiment. En daar is deze bijgekomen.
Hij zou voor elke huidtype zijn, dus dat is dan weer een voordeel. Maar ik vind die primers van Catrice gewoon heel erg fijn. Ik was dus ook weer heel erg benieuwd naar deze. Dan heb ik de Glossy Nail Glow. Deze nagellak die zou een hele mooie glanzende laag op je nagels aanbrengen. En van deze collectie, of ja, ik noem het maar even collectie, hebben ze ook hele fijne lipproducten. Dus vandaar dat deze mij gewoon heel erg fijn leek. Dan heb ik dit concealer palette van Essence. Dit is het All I Need Concealer palette. Hij heet Cover It All, nummer 10. Dit is een palette met gekleurde concealers erin. En zo'n palet kenden we eigenlijk al van Catrice. Essence had er nog geen in, maar sinds kort heeft Essence er dus ook een. En ja, hier zitten gewoon weer drie, vijf verschillende concealers in drie beige kleuren: een roze en een groene. Dus ik ben heel benieuwd of deze net zo fijn is als die van Catrice. Dan het Shape Your Face palette van Essence. Dit is Ready Set Pick in kleur nummer 20. Ook achterop staat een kleine beschrijving hoe je dit het beste kunt gebruiken. Essence had eigenlijk nog geen contouring paletten. Dus hier was ik aangenaam verrast door. Want Catrice kwam vorig jaar ook al met een contour paletten. En ja, deze is dus nu van Essence. Bronzer, highlighter en een blush. Ziet er heel mooi uit. Je hebt er verschillende kleuren in. Ik vond deze gewoon heel erg mooi. Omdat ik gewoon best wel van roze blushes hou. En je had er ook nog eentje volgens mij met een oranje kleur erin. En het is gewoon een poederpalette. Dus het is niet een smeerbare product wat erin zit. Maar deze lijkt mij ook wel weer heel erg fijn. Ik hoop trouwens wel dat het pigment goed is van dit palette. Dan deze blushbal. Deze is ook van Essence. En dit is de kleur Strawberry Candy, nummer 20. En dit is dus een blushbal. En zoals ik het op het eerste gezicht kan zien, is het een poederblush. Normaal zijn deze blushjes, die zijn dan vloeibaar. Maar dit is volgens mij een poeder. Dus ja, hier ben ik wel heel hoopvol op. Omdat ik toch altijd liever poeders heb dan dat het heel erg uitsmeerbaar is. Omdat je, ja... Het valt mij toch vaak ietsjes tegen of de kleur moet gewoon heel erg donker zijn. Dus hier ben ik ook heel benieuwd naar. Dan deze Mineral Highlighter van Catrice. Hier was ik zo erg benieuwd naar. Deze heet Light Infusion trouwens. Ze hebben hier ook vorig jaar al een bronzer van uitgebracht. Die is zo fijn. En ook dit is dus weer een, een bol. Eigenlijk een soort baked product. En dit is dan een highlighter. Nou, ik hou zo erg van highlighters. Dus deze, die wilde ik sowieso. Omdat dit gewoon, dat deze mij gewoon heel erg fijn lijkt. En vooral als deze net zo goed is als de bronzer. Dan ben ik helemaal blij. Dan heb ik van Catrice nog een oogschaduwpaletje. Deze heet Metal Morphis. En dit is het Soft Metal palet. En als je het zo bekijkt, lijken eigenlijk sommige kleurtjes gewoon best wel op elkaar. Maar ik vind die paletjes altijd zo fijn omdat ze zoveel pigment hebben. De kleuren zijn weer best wel mooi eigenlijk als je ze zo ziet. Deze hebben volgens mij allemaal een shimmer. Hier zitten geen matte kleuren in. En ik denk dat je hier hele mooie looks mee kunt gaan maken. Dus heel benieuwd naar deze ook weer. Dan kwam ik dit leuke make-up tasje tegen van Essence. Ik weet niet of deze nieuw is. Ik zag hem ineens liggen en voorheen had je eentje met gekleurde balletjes erop. En die was er niet meer, dus nu hebben ze deze. En ik vond hem zo leuk omdat er eye look make-up op staat. Er kan ook best wel veel in. En ik vind zo'n tasje alleen al handig om, nou ja goed, in eerste instantie denk je gewoon dat je de make-up in gaat stoppen. Maar ik kan er ook bijvoorbeeld voor medicijnen of zo vind ik dit heel erg handig. Dus ja, ik vond hem gewoon heel vrolijk en leuk. En het printje vind ik heel erg leuk. De tekst leuk. Dus ja, hier ben ik ook heel blij mee. Maar ik weet dus niet of dat deze dus echt nieuw is.
Ik zag hem een tijdje geleden op de website en dacht ik wel, ik heb hem nog niet eerder gezien. Maar hij lag ertussen, dus deze is even onder voorbehoud. Dan heb ik deze brush cleaner. Dit is een cleaner om je kwasten schoon te maken. En normaal gebruik ik voor mijn niet-essence kwasten, die was ik ook gewoon met baby shampoo in en ja, gewoon onder de kraan. Maar ik merk toch met die kwasten van Essence, ik heb die kwastencollectie, ja, ze worden er toch ietsje slapper door. En ik was wel benieuwd of dat deze brush cleaner wat was. Hij zit nu in het vaste assortiment, dus hij zag er wel heel erg leuk uit. Ik vind het flesje wel een beetje klein overigens, er zit maar 50 milliliter in. Dus het is niet zo heel veel, maar je weet het niet. Misschien werkt hij wel heel erg goed met weinig product. We gaan het zien. Dan heb ik deze fixing spray van Essence. De Keep It Perfect Make-up Fixing Spray. Ik hou heel erg van fixing sprays. Ik heb eigenlijk tot nu toe heb ik, ja, ik heb twee fixing sprays. Eentje uit een limited edition. En ik heb een fixing spray. Dat is gewoon een water. Een ja, spraywater. Als ik daar de naam ook even van weet, zet ik hem eventjes hieronder. Want ik weet het gewoon echt eventjes niet. Maar die werken op zich prima. En ik vind de fixing spray toch wel heel erg fijn. Vooral als je het belangrijk vindt dat je make-up gewoon echt een hele dag goed moet blijven zitten. En dan breng ik het, nou, dan breng je het gewoon op aan het begin van de dag. En dan ja, vind je het toch fijn als het gewoon een hele dag wil blijven zitten. En vaak werkt de fixing spray daarbij gewoon beter. En ja, deze ben ik gewoon heel benieuwd naar. Ook hier zit maar 50 ml in. Dus ik vind de verpakkingen best wel klein. Als ik die vergelijk met andere verpakkingen, dan zijn die wel veel groter. Maar nou ja, misschien hoef je er ook niet zo heel veel van te gebruiken. Dat weet ik dus nog niet. Maar hij zag er wel veelbelovend uit. Dan heb ik dit palet. Dit is het Allround Contouring Palet. En volgens mij is dit het palet die ook als eerste in alle schappen weg was. Want ze zijn het nog steeds niet aangevuld. Ik zie ze ook eigenlijk nergens meer. Alleen de testers liggen er nog. Dus deze is van Catrice. Deze lijkt heel erg veel op het Allround Concealer paletten. Zo ziet hij er ook uit qua grootte. Maar dit is dus met contouring producten erin. Dit is wel smeerbaar trouwens. Dit is vloeibaar. Nee. Nou ja, je kunt het uitsmeren. Laat ik het daarop houden. En dat concealer palet is daar gewoon, die is gewoon super goed. Dus ik ben heel erg benieuwd of dat deze dan ook weer veel pigment achterlaat op het gezicht. Dan deze wenkbrauwgel, eyebrowgel van Essence. Dit is de kleur 01 Brown. Volgens mij hebben ze ook maar één kleur. Deze is voor color en shape. Dus deze geeft je wenkbrauwen kleur in. Je kunt hem ook gelijk shapen. Dus dat ziet er, is wel heel fijn. Ziet er heel veelbelovend uit. Hij is al geswatcht, zie ik. Dat is weer wat minder. Maar ja, ik denk dat je dat toch wel houdt, omdat ze het niet dichtplakken. Dus, nou, hij ziet er op zich wel heel goed uit. En ik ben hier wel heel benieuwd naar, want ik vind het altijd wel leuk om nieuwe wenkbrauwproducten ook uit te proberen. Dan kwam Essence met een nieuwe oogschaduwbasis. Dit is de Isle of Color Intensifying. Dit is de nieuwe oogschaduwbasis. Ze hebben ook de Isle of Stage oogschaduwbasis. Die is best wel gelig, moet ik zeggen. Deze is qua kleur toch best wel ja, wat lichter. En ziet er ja, heel goed uit. Ik vind trouwens die oogschaduwbasis heel fijn werken, die andere. Ja, alleen de kleur is niet zo heel geweldig. Je moet hem zo goed uitsmeren dat je die kleur niet meer ziet. En deze ziet er dan qua kleur toch wel weer beter uit. Dus ik hoop dat deze net zo fijn is als zijn voorganger. Overigens is die ook nog gewoon steeds te koop. Deze is er gewoon bijgekomen. Dus hij is niet in plaats van die andere gekomen. Dan de Mousse Concealer. Dit is de Soft Touch Mousse Concealer. Je hebt natuurlijk ook die grote make-up ervan. Foundations moet ik zeggen. En dit is dus ook een smeerbare concealer. Deze is nog niet geswatcht. Ik heb de kleur 20... Soft Sand, want daar heb ik ook altijd mijn foundation kleur van. En hier was ik heel benieuwd naar. Het was wel heel erg grappig, want ik was dus op zoek naar echt zo'n heel groot doosje. En hij is gewoon super schattig, super klein. Er zit 5 gram in. Maar ik denk niet dat je er heel veel van hoeft te gebruiken, want vaak zijn
vloeibare concealers, vloeibaar. De smeerbare concealers die dekken toch vaak veel beter dan die uit zo'n stick, vind ik zelf. Dus veelbelovend als je het mij vraagt. Dan deze Velvet Matte Stick van Essence Velvet Stick. Dit is een matte lipcolor. Ik ben een keer voor een ander kleurtje gegaan. Ik ben voor Mega Melon gegaan. En dit is een beetje oranje kleur. Ik heb al zoveel roze en zoveel rood. En ja, ik dacht ik ga een keer voor een hele andere kleur. Dus hij ziet er ook... Het is echt een stick. En ik hou ervan. Ik hou er sowieso van omdat hij mat is. Ik ben echt dol op matte lipproducten. Want ik vaak als ik dan zo shine heb. Dan ga ik ergens heen en dan doe ik bijvoorbeeld een shiny lipstick of lipgloss op. En dan ga ik koffie drinken bij iemand en dan zit je hele mok onder de lipstick. Dat vind ik bij matte producten toch veel minder. Dus daarom is deze sowieso, was ik hier heel benieuwd naar. Dan heb ik de 2-in-1 lipstick en liner. Hier kun je zowel je lippen mee omlijnen als mee inkleuren. Ik ben voor de kleur Invisible Kiss gegaan, nummer 1. Dit is... Ja, hij is wel een heel mooi kleurtje ook. En hier ben ik wel heel benieuwd naar. Nou, vrees ik wel dat hij misschien een beetje snel zal gaan afbreken. Omdat het best wel een lange punt is. Maar dat gaan we zien. Dan de Forbidden Volume Mascara. Dit is volgens mij de gewone. Niet de waterproof variant. Want je hebt hem ook in de waterproof variant. Maar volgens mij was hij al uitverkocht. En ik vind de gewone ook prima. Deze was heel veelbelovend. Kijk dat borsteltje. Het is echt een heel ander soort mascara dan wat we van Essence gewend zijn. Hier ben ik ook heel erg benieuwd naar. En hierbij hoort dan de topcoat. De False Lash Mascara topcoat. Ik ben er nog niet helemaal achter waarom deze topcoat erop moet. Want... Ja, dat snap ik nog niet, maar dat ga ik zeker uitzoeken, want deze twee zal ik samen reviewen. Dus hier moet ik eigenlijk nog meer eventjes over te weten gekomen. Ja, hij lag erbij. Dus ik denk, ja, zond en hoort hij erbij, dan wil ik deze gaan testen en dan heb ik deze weer niet. En dan, nou ja, dan heb ik deze ook maar gewoon meegenomen. Dit was dan alweer de video met de nieuwe producten van Catrice en Essence. Ja, een klein deeltje ervan. Ik ben wel heel erg blij met deze producten. Ik heb ook echt heel veel zin om ermee aan de slag te gaan. Om ze te gaan reviewen en zo. Nogmaals, zijn er nou producten waarvan je zegt... Nou, daar zou ik wel heel snel graag een review van willen zien op mijn blog. Dan kun je dat gewoon eventjes aangeven bij de comments. En dan kan ik daar ook een beetje rekening mee houden met het inplannen van de artikelen. En... Ja, dat scheelt weer. Ik werk niet heel ver vooruit, dus ik kan dat ook heel gemakkelijk weer aanpassen. Dus laat het vooral eventjes weten. Ik ben eigenlijk ook weer heel erg benieuwd of jullie zelf al producten van nieuwe collecties hebben gescoord. Of dat jullie al een wishlist hadden van producten die jullie graag wilden hebben. Mocht je dat willen delen, doe het eventjes gezellig bij de comments. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken en ik zie jullie heel snel weer. Doeg!